Human is. Bij het Centraal Station in Amsterdam is een auto tegen een muur aangebotst van de metro-ingang. Bij het auto-ongeluk zijn 8 mensen gewond geraakt. De bestuurder is inmiddels aangehouden, hij wordt verhoord. Ik heb vandaag meerdere getuigen gesproken en zij legden ook allemaal gelijk de link met een terroristische aanslag. Medialogica. Een auto op het stationsplein. Aanrijding of aanslag? Ja, dan denk je wel even, oké, dit is misschien meer dan een ongeluk. Ja. Dat gaat in het begin door je hoofd heen, van wat moet ik doen nu als dat echt een aanslag is. De stelregel is bij ons, daar moeten we zo snel mogelijk over communiceren. En dat hebben we ook vrij snel gedaan. Binnen een kwartier, volgens mij 11 minuten, hebben we daarover het eerste bericht op Twitter over geplaatst. Automobilist stond op plek waar dat niet mocht. Werd aangesproken door agenten en ging er vandoor. Waarom zo snel twitteren dat hij er vandoor gaat, om dan ook vrij snel weer te zeggen, nee, het was toch iets heel anders. Ik denk van ja, oké, of dat is dus niet waar en is op een wat onhandige manier tot stand gekomen, of ze proberen achteraf iets ernstigers een beetje te verzachten. Ja, ik heb vandaag meerdere getuigen gesproken die allemaal... De volgende dag meldde AT5, en dat heeft theorieën denk ik echt aangejaagd, één getuige, die verklaarde, ik heb hem in zijn ogen gezien, dat dit was bewust. Hij had ja, echt een doel in gedachten. Daar ging hij echt op af, in mijn gevoel. En dan krijg je toch een indruk van, oké, misschien is hij toch wel meer aan de hand dan iemand die letterlijk de weg kwijt was. En natuurlijk kan die getuige dat als zijn werkelijkheid op dat moment hebben gezien. Maar we hebben er wel moeite voor moeten doen om vervolgens ook ons verhaal daarbij te krijgen. De twijfel wordt wel gevoed op het moment dat blijkt dat er geen enkele camera dit geregistreerd heeft. Als blijkt dat er getuigen opstaan, en niet één, maar diverse getuigen die toch verklaringen hebben waaruit blijkt dat de man een bepaalde boosheid zou hebben of dat hij moedwillig weggereden. En laten we er helder over zijn. Een aanslag in Amsterdam noemen we een aanslag en een ongeluk een ongeluk. Waarom breng je dat niet gewoon meteen? A, B, C, Marokkaanse man, of Marokkaanse Nederlander die aan de Ramadan meedeed, die ondanks zijn suikerziekte op een hele warme dag met te weinig eten op, achter het stuur van zijn auto kroop, op een verkeerde plek terecht kwam en een ongeluk veroorzaakt. Het is heel logisch. Maar we zijn wel gebonden aan een aantal voorwaarden. En een van die voorwaarden is bijvoorbeeld de privacywetgeving. Dus we kunnen niet zomaar met naam en toenaam zeggen om wie dat gaat. De Amsterdamse politie onderzoekt hoe Geen Stijl vertrouwelijke informatie kon krijgen over een aanrijding bij het Centraal Station. Geen Stijl publiceerde een foto van een computerscherm met de persoonsgegevens van de verdachte. Ja, dat was voor ons een onaangename verrassing. Dat je echt met naam en toenaam in de media komt en zo door het slijk gehaald wordt, dat maakt het toch wel uniek. We hebben die man nooit een terreurdaad in de schoenen geschoven. We hebben nooit hardop gezegd, dit was een terreuraanslag. Wij hebben heel veel vragen bij de omstandigheden van wat er op het stationsplein is gebeurd. Waarbij één van de uitkomsten kan zijn dat er een aanslag is gepleegd. En dat is niet de meest waarschijnlijke. Het incident vond plaats tijdens de Ramadan, maar dat heeft verder in het onderzoek geen rol gespeeld. Was de chauffeur aan het vasten? Uit onderzoek van de deskundigen blijkt dat deze chauffeur die dag ook gewoon had gegeten. Dus dat is ook niet van invloed geweest op zijn bloedsuikerspiegel. Deze meneer heeft al jaren diabetes, werkt al jaren met een insulinepomp, weet hoe dat werkt. En dit is hem op dat moment, hoe tragisch ook voor de slachtoffers, want er zijn echt slachtoffers gevallen, is hem ook overkomen. Wilt u meer weten over deze uitzending en over Medialogica? Ga dan naar human.nl/medialogica. Human.